Zijn naam is afgeleid van het Griekse woord voor dood, Thanatos. En die naam maakt hij ook waar in de Marvel Cinematic Universe, waar hij het tegen die Avengers opneemt om de zes oneindigheidsstenen te bemachtigen. Deze infinity stones geven controle over ziel, geest, tijd, ruimte, realiteit en kracht. Wie ze alle zes in bezit heeft, beschikt in de praktijk over goddelijke vermogens. En dat is precies waar Thanos voor gaat in Avengers: Infinity War. Deze meedogenloze slechterik wordt echter niet gedreven door de typische, egoïstische, megalomane drijfveren van bad guys uit andere series en films. Thanos trekt een strijde uit altruïstische motieven. Zo verkondigt hij het zelf toch. Zijn overtuiging is dat er te veel levende wezens zijn en dat dit onhoudbaar is voor de natuur. Too many mouths and not enough to go around, zo beschrijft hij de realiteit van Titan, zijn eigen planeet. And when we faced extinction, I offered a solution. Hij ziet zijn moordende plannen als een noodzakelijke correctie. This universe is finite, its resources finite. If life is left unchecked, life will cease to exist. En dus kies je voor een genocide. Vraagt Dr. Strange. Thanos ontkent het niet, maar random, verduidelijkt hij. Dispassionate en fair, to rich and poor alike. Voor Thanos heeft zijn doel zelfs een bijna religieuze diepgang. I call that mercy, stelt hij. Of luister naar de speech waarmee een van Thanos' handlangers de toon van de film zet. Hear me and rejoice you've had the privilege of being saved by the great Titan. You may think this is suffering. No, it's salvation. The universal scales tip to its balance because of your sacrifice. Smile, for even in death, you've become children of Thanos. Heeft Thanos gelijk. In 2022, het jaar dat de wereldbevolking voor het eerst de kaap van 8 miljard haalde. Viel Earth Overshoot Day op 28 juli. Dat is de dag van het jaar waarop de mensheid de natuurlijke middelen heeft verbruikt die de aarde in een jaar tijd kan regenereren. Je zou kunnen spreken van het ecologisch budget dat overschreden wordt. Specialisten berekenen deze datum door de biocapaciteit van de aarde. Te delen door de ecologische voetafdruk van het wereldwijd consumptiegedrag en vervolgens te vermenigvuldigen met 365. Nu, sinds 1970 staat deze vergelijking in het rood, zegt de NGO Global Footprint Network. Hoe lang kan dit zo nog verder? vragen velen zich af. In die context klinkt de redenering van Thanes niet dom. Het universum is eindig. De hulpbronnen zijn eindig. Er is een correctie nodig als we willen overleven. Is de mens catastrofaal voor het leven op aarde? De eerste keer dat ik met deze idee geconfronteerd werd, was in de Matrix uit 1999. Agent Smith, die de mensheid bestrijdt, zegt daar: "Human beings are a disease, a cancer of this planet. You're a plague and we are the cure." In The Matrix worden mensen daarom herleid tot batterijen. In Infinity War is de oplossing een halvering van de populatie. Genocide noemt Dr. Strange dit en hij maakt zo de link met de reële wereld. Denk aan de naziconcentratiekampen concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Joden, zigeuners, homoseksuelen en andere tegenstanders van het gedroomde Duitse Wereldrijk zijn op een gruwelijk efficiënte manier. Afgemaakt. De endleuzung werd dit genoemd, de finale oplossing voor de groeiende zoektocht naar levensruimte, ruimte om te leven. Deze schandvlek in de Europese geschiedenis kan je proberen te plaatsen door te zeggen dat alle Duitsers slechte mensen waren, maar dat is niet waar natuurlijk. Was de brede bevolking dan Onwillig slachtoffer van de dwingelandij van enkele malafide leiders? Ook niet. Mensen met goede bedoelingen hebben zich laten meeslepen in een desastreuze redenering, die op dat moment gestaafd leek door wetenschappelijke modellen. Het is blijkbaar mogelijk om mensen zodanig te bewerken dat ze de overtuiging hebben dat andere mensen, verdeld moeten worden. Zoals de brandweer een wespennest vernietigt in je tuin. Religieus fanatisme kan daartoe leiden. Maar ook politieke ideologieën en wetenschappelijke afstandelijkheid. Deze drie hebben met elkaar gemeen dat ze mensen niet als personen beschouwen, maar als onderdeel van een groep. De Joden, de Zigeuners, de mensheid of nog. De vluchtelingen, de moslims, de extreemrechtse, de rijken, de armen, de criminelen, de bejaarden, en ga zo maar door. Als je mensen opsluit in dergelijke categorieën, verdwijnt de persoon uit het zicht, terwijl dat het hart is van het mens zijn. Onze naam, onze geschiedenis, onze talenten, onze stomiteiten, onze vreugdes en onze relaties. Ieder. Een unieke persoon die je niet zomaar kan of mag wegvagen. In de film is deze thematiek prominent aanwezig op een heel indringende manier. Tot drie keer toe verwerft Thanos, een van de oneindigheidsstenen, dankzij de dreiging om een geliefde persoon te doden. Loki overhandigde Tesseract om het leven van zijn broer Thor te redden. Gamora, verklapt de locatie van de Soulstone in ruil voor het leven van haar zus Nebula. Dr. Strange geeft zelfs een Timestone op voor de gekwetste Tony Stark. Telkens is dat een irrationele beslissing. Door het leven van één persoon te redden, breng je het leven van iedereen in gevaar. Uitgerekend op dat delicate kruispunt, toont zich het nobele heroïsme, van de mens. Nog sterker zelfs als het omgekeerde mechanisme gaat spelen. Personen die bereid zijn hun leven te geven om de mensheid te redden, smeken hun geliefde om hen te doden. Dat is bijvoorbeeld de uitdrukkelijke vraag van Gemora aan Star-Lord. Verscheurd haalt hij ook echt de trekker over om te verhinderen dat ze haar adoptievader naar de Soulstone moet leiden. Maar er komen slechts zeebellen uit zijn wapen. Bij Wanda Maximoff gaat het zelfs verder. Zij doodt wel degelijk haar geliefde Vision, maar Thanos kan het proces terugdraaien. Een kwaadaardige variant zien we als Thanos zijn enige liefde moet offeren om zijn vierde steen te bemachtigen. Hij zet zijn persoonlijke relatie met Gemora opzij om zijn rationele plan voor het collectief te verwezenlijken. Meer dan de gemiddelde bioscoopganger beseft, verkent Infinity War dit snijpunt tussen collectieve redding en persoonlijke relatie, waarbij het overduidelijk is dat de keuzes die Thanos op dat vlak maakt het kwaad vertegenwoordigen. Liefde overstijgt de reden, is de boodschap. Tegelijkertijd bots je naar mijn mening toch ook op de vraag of zo'n liefde echt een koste mag gaan van alles. Why did you do that? vraagt Tony Stark terecht aan Dr. Strange nadat hij de Timestone heeft prijsgegeven om Starks leven te redden. Waarom toch? Het antwoord klinkt enigszins mysterieus. We're in the endgame now, zegt Dr. Stark. De vervolgfilm in de Avenger-reeks heet Endgame. Wellicht vinden we daar verdere aanwijzingen. Maar dat is voor later. Nu, wat heeft dit alles met christelijk geloof te maken? Er zijn vele raakpunten. De zorg voor de schepping en de unieke plaats van de mens daarin is een belangrijke rode draad in de Bijbelse verkondiging. En in 2015 publiceerde Paus Franciscus in dat kader een beleidstekst die het collectief... Serieus in de aandacht bracht. Laudato Si heet de encycliek, en de ondertitel luidt: Samen zorgen voor ons gemeenschappelijk huis. De toon van de pauze is scherp. Als wij ons gedrag niet aanpassen, komt het leven in gevaar. Of, om het met de taal van onze film te zeggen, Het universum is eindig, de hulpbronnen zijn eindig. Er is een correctie nodig als we willen overleven. Uiteraard eindigt daar elke overeenkomst tussen de paus en thanes. Het christelijke mensbeeld is immers fundamenteel personalistisch. Elke persoon is gewild en geliefd door God zelf. Niemand heeft het recht om een ander op te offeren voor het collectieve goed. Dit principe drukt de kerk traditioneel uit met het concept ziel. Dat deel van de persoon dat God heeft geschapen en waar die God verbonden mee blijft. Omwille van de ziel vereist elke menselijke persoon onvoorwaardelijk respect. Ook degene die vanuit menselijk perspectief dat respect minder vanzelfsprekend ontvangen. Zware criminelen bijvoorbeeld. Of ongeboren leven. De grootste vijand van het christendom is de dood. Thanatos in het Grieks. Weet je nog? Overigens, in Infinity War vernoemt een merkwaardige scène opeens Jezus. Twee groepjes van de goeie die elkaar nog niet kennen ontmoeten elkaar. Eerst denken ze dat ze vijanden zijn, maar dan wordt duidelijk dat ze allebei tegen Thanos vechten. What master do you serve? vraagt Dr. Strange. Het antwoord van Star-Lord is grappig bedoeld. Maar absoluut niet onzinnig. What master do I serve? What am I supposed to say? Jesus? In de film zou het merkwaardige twist zijn als het inderdaad over Jezus ging. Maar in het echte leven is het volgens mij zo wat het meest zinnige antwoord dat er bestaat op die vraag. In het moeilijke kluwen van wat moreel goed is en wat niet, is het gevaarlijk je te laten inpalmen door religieuze, ideologische of wetenschappelijke systemen. Christelijk geloof bewandelt een ander spoor. Het vertrekt namelijk vanuit een persoonlijke relatie met Jezus, die een gids wordt in de spannende zoektocht naar zinvol en verantwoordelijk leven. Zouden we ook iets van die Jezus aantreffen als we met de overlevende Avengers de Endgame betreden?